Hé, kleine man, ik zie de gansjes in de lucht. Ze zijn zo mooi, ze zijn zo lief. Wat zijn de plannen? Wat zijn de plannen? Ik zag een paar oude mensen het wieletje draaien. Twan! Twan, dat kan toch niet, jongen? In je taakomschrijving staat het verjagen der ganzen. Daarachter staat ksh, ksh, ksh. Dit is toch geen ksh, ksh. Jij schiet zelfs filet américain uit de lucht. Dit kan toch niet? Ja, maar... Nee, niet ja, maar. Wij zijn een eco-vliegveld. Straks komt de politie, de Partij van de Dieren. Dit kunnen we niet maken. Wat zijn dit trouwens voor ganzen? Ah. Dooie ganzen. Jo. Twan, je krijgt één opdracht van mij. Jij maakt het vliegtuig aan de praat. Wij moeten heel snel weg. Die moet aan de gang. Dat doe jij. Ik regel dit wel met Esther. Esther! Wat gezeik altijd. Is altijd gezeik. Hè? Nee, nee, nee. Ja, ja. Kom maar dus. Hoe zorgen dat het allemaal blijft bestaan? Ga af, ga af, ga af. Af! Hak, 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 hak. Klootzak, ja. Gaat als, ik ga het ook zeggen. Dames en heren, wat u net hebt aanschouwd of hebt moeten aanschouwen en niet mocht aanschouwen, dat is afschuwelijk geweest. Nee, u was getuige van een slachting onder de ganzenpopulatie. En dat is vreselijk. Er zijn kinderen in de zaal en ouderen van de verjaardagen, dames en heren. Dus ik zeg, excuus. Het is ook gewoon onze schuld. Ik ken niet ontkennen, kan niet ontkennen, ken. Kan. Wij hebben het gedaan. En waar kwam het nou door? Een heel simpel foutje. Het was een verkeerd geplaatste komma in een sms van mij naar Twan. In de sms had moeten staan, wacht, komma, niet schieten. En er stond per ongeluk, wacht niet. Komma, schieten. Dit is funest geweest voor de ganzenpopulatie. Het enige wat ik nou nog kan doen is de gans opzetten, de gans conserveren. Zeg maar, we geven de gans een tweede kans. Ik moet wel meteen beginnen met opereren, hij is nou nog lekker warm. Maar voor ik de gans ga opzetten, eerst een bemoedigend woordje. Ik zou zeggen, jongen, zet hem op. Jongens. Ik ga meteen snijden, dames en heren. Oh, nou is hij opeens weg. Hij was hier net nog. Gansklok. Jongens. Ik begin met het impregneren van de gans met pure alcohol. Dat onderdeel kan ik overslaan als mijn schoonmoeder opzet. Je hebt al zoveel gezopen en dan, ik zie ook helemaal geen reet, hè.